Onlangs is Stichting The Power of Sisterhood geproclameerd tijdens een Women's Conference in Congreshal. Dit was het resultaat van Sisterhood Empowerment Sessies met 26 Surinaamse vrouwen de afgelopen 3 maanden. We hebben het al die tijd echt een beetje gedaan, zonder media, zonder attentie. En toen dachten we van nee, we maken er een stichting van, omdat we gewoon elke vrouw in Suriname willen helpen. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan een woman conference doen. Kijken wat de feel is, kijken of er behoefte is, kijken hoe men erop reageert. Omdat we ook een nieuwe traject gaan starten in juli. Dus we wilden ook vrouwen daarvoor recruteren, maar natuurlijk om te recruteren moet je eerst weten wat je wil. Moet je weten wat verwachten staat. En natuurlijk, men wist het niet. Men dacht van, hè, woman conference, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik denk dat nu men een andere perceptie heeft van de woman conference. Het is not a normal conference, zeg maar. Maar het is echt een conference waar we in depth willen gaan met vrouwen. Waarom ik ervoor heb gekozen om mee te doen met Sisterhood, is omdat ik in een periode was in mijn leven waar ik een gebroken hart had. En ik wist niet waar ik moest gaan. Ik wilde altijd een vriendin hebben wie ik kon vertrouwen. Maar tegenwoordig heb je dat niet, snap je? Je twijfelt. En met mijn mensen kon ik het niet echt bespreken uit schaamte. En ik kwam in contact met mijn tante en zij vroeg me als ik er kon helpen decoreren een dag. En ik ben meegegaan. Dus bij het decoreren heb ik toen gezien dat het ging om een groep. En ik dacht van nee, dit moet ik meemaken. Want ik wil weten wat er kan gebeuren in mijn leven. Dus zo is het begonnen. De eerste dag was het heel diep. Iedereen was emo. We hebben over onszelf gesproken, waarmee we zitten. En ik voelde me thuis. Iedereen was echt comfortabel. Ze leefde met je mee. Je voelde je echt lekker. Ik heb besloten om mee te doen aan de sessies van de stichting. Omdat ik me kan terugvinden in de... Eigenlijk kan je het noemen de ideologie van de stichting. Sisterhood bindt. En ik heb een hele, eigenlijk een zusterrelatie met Natalie Mossel. Dus toen ze het idee met me deelde, was ik direct in. Ik dacht van wauw, eindelijk een groep dames die elkaar kan versterken. Het is eigenlijk belangrijk dat vrouwen vanuit een andere positie naar elkaar kijken. En vanuit een andere positie elkaar ondersteunen. Het komt nogal te vaak voor dat we elkaar zien als onze vijanden. En dat is eigenlijk niet zo. Wanneer we elkaar leren kennen... Wanneer we tot elkaar komen, wanneer we elkaar naderen, zien we dat we eigenlijk uniek zijn in our own way en we elkaar echt kunnen empoweren. En omdat dat de grondslag is van deze stichting, deze groep, dan zeg ik van, ik moet er gewoon deel van zijn. Bepaalde sessies waren vrijwel emotioneel. Ik ben niet echt een huiler, dus ik vertel mijn verhaal meestal gewoon en... Emoties komen vrij, tranen rollen, we lachen, we vinden steun bij elkaar tijdens de sessies en we vinden elkaar terug in elkaars verhaal. Vaak genoeg zit je met een probleem en dan heb je het gevoel van dat je de enige op aarde bent met bepaalde issues. En dan wanneer iemand naast je begint te praten, kan je jezelf terugvinden in haar verhaal. Maar op een gegeven moment wist ik ook dat ik een vrouw was die door alles heen is gegaan. Ik voelde me krachtig genoeg eigenlijk om mijn kennis te delen, maar ook mijn diepe dalen met de vrouwen te delen. En dat heeft eigenlijk het geheel bij mij gevormd om te zeggen van nee, ik participeer niet alleen dus om vrouwen te helpen, maar ik wil gewoon dat heel ding ook doen. The Power of Sisterhood is een beweging van vrouwen die elkaar empoweren en ondersteunen en is actief sinds april 2018 met een pilotgroep. Het idee kwam doordat ik door een hele donkere periode ging in mijn leven, waarbij ik heel graag zeg maar de kracht van een vrouw wilde hebben. Weet je, wat is het gevoel om een sister bij me te hebben, om samen met me te huilen, om met me te gaan door die leed. En ik woonde helemaal in Canada natuurlijk, heb ik geen familie daar, I'm all by myself. Dus ik had echt zoiets van, weet je, het zou echt een tof ding zijn als ik een zuster had. En jammer genoeg had ik geen sisters. En na dat proces had ik echt zoiets van, ik wil wel ervoor zorgen dat any sister eigenlijk niet alleen staat voor dit soort donkere dagen, maar ook niet alleen staat voor alles dat er gebeurt in het leven. Weet je, want soms heb je als zuster denk je bij jezelf van, hey, ik wil dit beter leren doen. Maar dan ben je bang om het aan die andere vrouw te vragen met wie je werkt. Want je denkt, ze gaat er vast over je denken. Bij de Power of Sisterhood is dat niet het geval. Omdat we als vrouwen zoveel in staat zijn. We zijn eigenlijk capabel. Als we kijken naar onze vriendinnengroep en gewoon een inventarisatie gaan maken van wat zijn jouw skills. Kunnen we elkaar gewoon minimies van elkaar worden en beter zijn. Kijk, we zijn gewend om fake te zijn. We zijn gewend to fake it.
Of zo voel ik me. Maar eigenlijk van binnen is het niet zo. Bij de Power of Sisterhood, wanneer je al komt bij de eerste sessie, zie je dat zoveel andere vrouwen met hetzelfde zitten waarmee jij struggelt. Hetzelfde. En ze zijn not ashamed to say it, maar eigenlijk blij dat ze iemand hebben, een sister die ze niet kennen. Iemand die niet komt uit mijn omgeving. Iemand die niet is van mijn kerk. Iemand die niet werkt waar ik werk. Om het mee te delen. Om het, zeg maar, de lead eigenlijk te sharen. En het moment dat dat gebeurt, is zo'n vrouw hooked. Is gelijk van, weet je, I want to be a part of this. En vooral als ze op een kruispunt staan waar ze zeggen, ik wil gewoon beter zijn. Ik wil een betere versie van mezelf zijn. Wij vrouwen zijn sterk. En vaak genoeg, ook, ik ben ook een moeder, denken dat we het allemaal alleen kunnen. We kunnen het ook alleen. Maar het is altijd fijn als je iemand hebt die je kan ondersteunen. Dat je een schouder hebt en alles kan uitlaten van, hey, ik zit hiermee, hoe kunnen we dit oplossen? En het is gewoon echt God given dat het gekomen is, deze beweging. Want je ziet het, dit allemaal, dit evenement dat we nu, waar we nu mee begonnen zijn. Het is gewoon echt, doordat we elkaar ondersteunen, is het gewoon daardoor heen gekomen. De invloed dat het heeft gehad is dat ik eigenlijk dieper ben gaan kijken in mijn eigen leven. Soms denk je dat je het van elkaar hebt. Maar dan kom je jezelf tegen als je dingen op papier moet zetten. Dan kom je echt dingen tegen waarvan je dacht, hey, hieraan heb ik niet gedacht. En dat zijn die dingen die je dan weer raken en dan kan je ze opschonen. We doen aan geestelijke groeisessies. Dus het is heel goed voor je geest en je innerlijke groei, als het ware. Dus daarom ben ik nu bij Sisterhood. Omdat ik andere vrouwen wil helpen, vooral jonge dames. Want ik ben heel jong en ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. Dus daarom wil ik andere jonge dames bemoedigen dat wij het samen kunnen doen. Je bent niet alleen, je hebt een andere vrouw die je begrijpt en die ook in jouw schoenen is geweest. Het is belangrijk om een sisterhood te hebben. Er zitten nog veel jonge vrouwen met issues, met vragen. Er zijn ook jonge vrouwen die bijvoorbeeld vanuit een bepaalde religieuze hoek of vanuit een bepaalde kerk of andere organisatie niet bepaalde issues met elkaar kunnen delen. Of het forum niet hebben of het platform niet hebben om over bepaalde situaties te kunnen praten. Dan heb je toch wel een organisatie, een stichting, een groep vrouwen waar je bepaalde dingen toch kan delen. En het is echt confidentieel. Wat ik zo prettig vind van de sessies is dat je naar binnen komt en je telefoon wordt gewoon in een mandje weggezet. Er worden geen foto's gemaakt, er wordt niets gerecord. We hebben een contract met elkaar getekend dat wat besproken wordt in de groep ook daar blijft. Dus je voelt je veilig. Je voelt je prettig. You're just safe with your sisters. En ik denk dat het belangrijk is dat de groep zich gaat uitbreiden. Omdat er zoveel zaken zijn die we met elkaar willen delen. Maar er zijn ook zoveel zaken die we van elkaar kunnen leren. Tijdens de Women's Conference kregen de participanten de kans om hun huidige situatie te reflecteren, zichzelf te accepteren en te brainstormen hoe zij hun doelen kunnen bereiken. In juli start de stichting met een nieuwe groep vrouwen die voor een periode van 3 maanden begeleid zullen worden.